Goedemorgen, het is dinsdagochtend. Zoals je kan zien zit ik weer in de auto, vroeg om op pad te gaan. En vandaag ga ik mee met mijn collega's van GOM Specialistische Reiniging. Nou, goedemorgen. Zoals jullie kunnen zien ben ik aangekomen bij een van onze klanten, het AFAS Circus Theater. Waar we een paar dagen zitten voor de eerste try-out Lion King, zoals je hier groot kan zien. En nou, zoals ik vanochtend al zei, onze specialistische tak gaat hier vandaag aan de slag. En nou, ik heb jou afgesproken met Sylvia Haak, de coördinator. Dus nou, we gaan haar maar eens wat vragen stellen. Hi, goedemorgen Sylvia. Goedemorgen David. Sylvia, wat leuk dat ik vandaag met jou mee op pad mag naar het Circus Theater. Wat gaan we doen vandaag? We gaan in de grote zaal gaan we boven het plafond gaan we stofzuigen. Daar ligt heel veel stof. En dat moet weg voor de artiesten en zo. En we zitten nog iets speciaals in de werkzaamheden? In de zin van hoog, laag? Het is heel hoog en ze moeten wel veiligheidsgordels om. En ze werken met stofzuigers, met HEPA-filters. En, dus het is wel een klusje met smalle gangetjes, lage plafonds en dat soort dingen. Oké, dus een spannende, leuke uitdaging voor GOM Specialistische Reiniging. Zeker weten. Nou, ik ben benieuwd. Laten we op pad gaan. Oké. En we gaan met de trap omhoog. Dus... nou, we gaan beginnen. Ik ben benieuwd wat die gasten aan het wat gaan doen. En het wordt een flinke klim. Nou, we hebben ondertussen al redelijk wat trappen gelopen, dus we gaan nu door. Leuke werkdag voor vandaag. Nou, ik sta ondertussen in het nok van het Circus Theater, boven die mooie koepel. Die jullie ook kunnen zien als je buiten het Circus Theater staat. Het is hier nogal een stoffige bende. Maar daar staan mijn collega's staan daar achter zich klaar te maken. Ja, je kan ze helaas net niet zien door donker. Maar die staan zich klaar te maken om netjes in de touwen te gaan. Netjes in de beveiliging om straks hier het helemaal spek en span te maken. En voor jullie nog een mooi shot. Hier beneden zie je de zaal. We staan nu eigenlijk precies boven de zaal. Waar alles stofvrij wordt gemaakt. Hoi Peppy, goedemorgen. Goedemorgen. Je staat hier nu toch redelijk op een hoogte te werken. Hoe is het om op deze hoogte te werken? Dat is leuk om op deze hoogte te werken. En wat maakt het leuk? Nou, je ziet veel, je komt overal bij. Ja. En dat is het leuke van. Oké. Super. Heb je dat nou vaak, dat je op deze hoogte staat te werken? Ja. Ja? Ja. Ja. En hier in het Circus Theater voor de eerste keer? Nee, dit is voor de tweede keer of de derde keer. Oké, dus je weet wel een beetje wat er verwacht wordt. Ja, dat zeker. Nou, succes vandaag, hè? Dankjewel. En hier ook. Dankjewel. Ja, zoals je net hoorde, was Peppy aan het woord. Even voor iedereen, stuur een duimpje, want Peppy is volgende week 25 jaar in dienst bij de GOM. Dus een grote duim voor Peppy. Sil, je vertelde mij net dat je hier ook speciale materialen gebruikt. Wat gebruiken jullie hier om de werkzaamheden uit te voeren? We hebben hier stofzuigers met een HEPA-filter. Ja, en wat is een HEPA-filter? Een HEPA-filter is dat je, als je stofzuigt, dat alles binnen de stofzak blijft. Ja. Bij normale stofzakken gaat het via de filter altijd nog wat naar buiten. Ja. En nu blijft het in de stofzak. Oké, en wat is dan het doel daarvan? Dat we halen al het stof weg hier van de daakje. Ja. En als stof weer eruit komt, wordt alles weer stoffig. Dus het om het zo stofvrij mogelijk op te leveren? Ja. Oké, dankjewel. De mannen gebruiken ook extra lange stokken om overal bij te kunnen. Want zoals je kan zien, niet alles is zomaar waar je kan lopen. Het is echt passen en meten om overal bij te kunnen. Ja, maar dat moet ik gewoon zo eentje hebben. Wat het Circus Theater laat stralen. Toppers. Zo, we zijn weer een paar uur verder en ik zit weer in de auto terug van eigenlijk een hele leuke locatie waar wij schoonmaken. En vooral in die koepel natuurlijk, waar het nauw is, waar het donker is en waar een hele hoop stof ligt. Helaas vandaag geen filmpje van mij dat ik zelf aan het schoonmaken ben. Zoals mijn omgeving ook weet, stofzuigen, dat is niet helemaal mijn ding. Want precies op het moment dat ik aan het stofzuigen was, of eigenlijk zou gaan stofzuigen om dat ook aan jullie te laten zien dat ik dat dus ook kan... werden de werkzaamheden tijdelijk onderbroken omdat de artiesten aan de slag moesten. En zoals het gaat in de theaterwereld gaan de artiesten even boven de schoonmaak. Dus helaas vandaag geen filmpje van mij dat jullie mij zien schoonmaken. Blijf ons kanaal volgen. Word lid, word abonnee. En volgende week zien jullie weer een nieuwe vlog. Tot volgende week. It means no worries for the rest of your days. It's our problem free. Hakuna Matata.